vette koei. Dat is een manager. Manager? Wie heeft er voor zo'n kutte trainende manager nodig? Maar als ik er toch mee aan om te zeggen dat om op podium moeten en dat... Bullshit, ja. Maar ja, wat moest je doen? Ik had toch moeilijk nog... Ja, het is al goed, ja, het is al goed. Moet je je ervoor stellen, Ivan van Dorpen, ex-junk, ex-vader, ex-collega en vandaag drumrode. Ja? Ja, hé. Hey. Maar we hebben toch afgesproken dat ik wil die woorden vandaag. Hé, moet dan lange blizen in je huis. 6 miljoen Jews? Hele rampen, want zijn er nog een paar over en ze kweet gelijk de keus. Wie zie hier, ventje? Ik zie Stef van Est, de zoon van de burgemeester, organisator, oh. Een familiemoot en presentator van dat hier allemaal. Een ramkok en een blak voort maar ook. Een schoolkontje heet hij. Jammer, ik zie, wie zie je het? Hou vast. Een pijn vent. Hé, wat moet je? De feminists! Ah, de feminists, dat klopt. Ja, ik ken de mensen, ja. Ik heb wel 6 pasjes, mijn excuses, ik kon er lang prima. Pintjes. De feminists, even goed aan mijn strook bij ons, dat toch nooit. Dan! Plaats Jimmy is juist. Hier moet je mullen anders van mijn land resten. Wel, stek hem in mijn gat, hè, zoals bij Jimmy. Maar godverdomme, ik heb een vent, zei hij nog geleerd, hè? Hé Nico, zie je weer aan het amuseren? Hé, hoe komt het? Is hij er nog niet mee? Ja, wat de poep meegebracht ook, hè. Ja, op tussen de benen hangt er geen ontplofte rappen. Klopt. Alsjeblieft. Broer, dat is toch weer een juiste vent. Hier moet je dikke mullen doen, maat, want mijn kop... Ah. Hier, zeg niet tegen mijn drumrode dat ze dikke mullen moet doen. Heb je dat gehoord? Hersenbacillen. Hersenbacillen, dat is goeie, dan die moet ik ook doen. Ja, met wadden. Ja, met wadden, ja. Komt, maar begin. Goedemiddag, lekker. Lezen, hè? Kan wat titels in? De trein van 12:07. Oh, en had weer zo'n derde zin? Ja, het eerste hoofdstuk en dan een half uur vertraging. Huh? Wie? Je nutgezuide hersentumor. En had ze weer een heel derde boek zin? Ja. En om een titel? Zal u en de kost. Huh? Een titel? Eentje opgezogen, hè? Luister een keer, ma van alle managers. Zeg tegen die Stef van Esten dat ons aankondigt als de feminist. 4 gehandicapte gasten uit Oostende. Ja? Weet maar nooit dat er Wieven of Jeannette in de jury zitten. Dat helpt altijd. En altijd hier een bak van jullie. De mensen nog een rare ding pezen. Een nieuw slachtoffergevoel? Yeah.
My mind, I chose the road.